Het is zaterdag 14 april alweer. U luistert naar weer eens een echte aflevering van Koinonia Live. En dat houdt dus in dat ik over een heleboel onderwerpen in principe met u spreken wil. Dingen wil voorleggen die deze week aan de orde waren in mijn studie en contacten met mensen. Maar toch dit keer maar één onderwerp. En dat is het onderwerp dat ik zowel in Gorssel heb besproken afgelopen vrijdag. En het onderwerp ook van de preek van zondag in Hoofddorp. Ja, dat is toch wel lastig om dat onderwerp goed neer te zetten. Want het was niets minder, niet anders dan het onderwerp van de zonde. Bepaald geen woord waar mensen tegenwoordig veel mee kunnen, zou je toch denken. Ik wilde proberen om daar wat over te vertellen en ik wil twee teksten daarbij lezen. In ieder geval Genesis 3 natuurlijk. En dan ook nog iets van Psalm 51 en bijbehorende teksten uit Samuel. Het is een heel breed onderwerp. Ik denk dat ik daar toch wel een uurtje voor nodig heb om daar wat over te vertellen. Dus dit is ook nog een keer een lange aflevering van Koinonia Live. Ja, wat moet je erover zeggen? Ik heb heel veel gevonden, heel veel hulp gehad van de Canadese theoloog Don Carson, Donald Carson. En die heeft mij in ieder geval dit aangereikt, dat er vier redenen zijn dat de moderne cultuur niet weet om te gaan met dat begrip zonde. En die vier redenen zijn dan deze. In de eerste plaats, het is heel postmodern om in de moraal een relativist te zijn. Hè? De moraal is relatief. De tweede reden dat de moderne natuurwetenschap en psychologie een deterministisch beeld hebben van de mens. Hè? We zijn bepaald door allerlei krachten van buiten, door onze biologie, door onze psyche. In de derde plaats, men heeft een afkeer van het idee van wet. De wet is een noodzakelijk kwaad, maar niet iets wat je positief mag nemen. Dus wordt ook de Bijbel met haar wetgeving niet serieus genomen. En dan ten vierde de overtuiging dat de mens in wezen goed is. En de moraal dus alleen maar iets kan zijn dat extern de vrijheid van die mens in gevaar brengt. Vier vormen dus van de moderne cultuur, vier elementen uit de moderne cultuur die het begrip zonde hebben weggedrukt. Ja, hoe werkt dat nou? Het postmodernisme dat alle waarheid relatief maakt, hè, waarheid is alleen maar datgene wat het voor jou is, maakt dan natuurlijk ook de moraal relatief. Wat goed of kwaad is, dat kun je alleen maar zelf uitmaken. En dat heeft alleen maar een relatie tot jouw visie en jouw eigen belang uiteindelijk. Dat staat in oppositie tot het begrip van de zonde, maar de zonde heel nadrukkelijk voorrang geeft aan wat jouw moraal uitwerkt tegenover een ander. En je die moraal dus helemaal niet vanuit jezelf mag construeren, maar je moet kijken naar wat kwaad is voor een ander. En de tweede reden daarmee nauw verbonden, dat de geboden en verboden die we in het Oude en Nieuwe Testament vinden, dus van absolute aard zijn. Er is geen onderhandelingsruimte, het is niet relatief op jou. Het is absoluut, ze gelden in alle omstandigheden. Omstandigheden van jouw eigen leven, de toevallige belangen die je blijkt te hebben. Er is geen ruimte voor dat morele relativisme. Dus dat is de eerste grote oppositie, de zonde is een begrip dat verbonden is met absolute morele regels. En dat valt dan weg, dat heeft geen betekenis als de moraal iets relatiefs zou zijn. Dan die tweede benadering, determinisme. We zeggen dat de mens een product is van natuurlijke oorzaken, van zijn psyche, van zijn biologie. En dat betekent eigenlijk dat er maar heel weinig speelruimte is voor een begrip als verantwoordelijkheid. Zijn we werkelijk wel verantwoordelijk voor wat we doen? Of is ons gedrag bepaald? Nu kunnen we dat achteraf wel gaan proberen te beoordelen in termen van goed en kwaad. Maar dat betekent nog helemaal niet dat er werkelijk een grondslag is voor morele regels. Het determinisme kan bijvoorbeeld in deze vorm optreden, dat we zeggen de mens is door evolutie tot stand gekomen.
Dus het enige wat hij eigenlijk wil is overleven, of beter nog, het enige dat overleeft, dat zijn de genen. Dat is datgene wat je doorgeeft als erfelijk materiaal. En dat maakt de selectie van mensen mogelijk. Wie betere genen heeft, beter overleven kan, zal die genen dus ook kunnen doorgeven. En dat is een immoreel proces, of een amoreel proces moet ik zeggen. Het is uiteindelijk dus de evolutie die bepaalt wat tussen aanhalingstekens goed of kwaad is. Goed is datgene wat het overleven bevordert, het doorgeven van de genen bevordert. En kwaad is wat dat tegenhoudt. Dan het derde punt. We zijn over het algemeen wat wars geworden van het idee dat we in wetten of regels dat goede zouden kunnen uitdrukken. En daarom wordt die Bijbel niet serieus genomen. Dat is overigens een terechte conclusie, als dat je uitgangspunt is. De Bijbel is wel degelijk wet. Nou ja, niet misschien zoals dat in de moderne tijd wordt voorgesteld, hè, maar het is onderwijzing die gebiedend is. Dat is Torah in het Oude Testament, onderwijzing die ook gebiedend is. Het zijn woorden die God spreekt, openbaringen die God geeft, waaronder wij staan, hè, die een gezag over ons hebben. Wij willen helemaal geen gezag als moderne mensen over ons hebben en we accepteren hooguit het gezag van de overheid als een noodzakelijk kwaad, maar we zien dat helemaal niet als iets positiefs. Het blijft me altijd verbazen dat het wetboek van strafrecht dat wij hebben eigenlijk er meer op gericht is om de bestraffing van bepaalde overtredingen van de wet te reguleren. Door bijvoorbeeld te zeggen, iemand die dit of dat doet, hè, valse munterij bijvoorbeeld, kan ten hoogste worden gestraft met een gevangenisstraf van 30 jaar. Dan lijkt het onderwerp van zo'n wetsregel vooral te zijn dat de strafmaat beperkt moet worden. En dat is een aanwijzing voor de overheid. Maar er staat niet dat je dat gedrag wat bestraft gaat worden, dat je dat niet mag doen. Dat wordt als het ware verondersteld. Dat heb ik altijd curieus gevonden, dat dat de vorm is van het wetboek van strafrecht. Nou, het woord zegt dat natuurlijk al. Het gaat om het strafrecht en niet om de overtreding zelf. De Bijbel neem je niet helemaal serieus, omdat het natuurlijk niet de wet van onze samenleving is. En dat de wetten die daar staan, ja, we noemen ze ceremonieel, want het gaat alleen maar om rituelen. We noemen ze moreel, dan is er helemaal geen strafmaat mogelijk, dan is het in strikte zin helemaal geen wet. Heb je naastenlief als jezelf, kan een prachtig principe zijn. Maar via dat relativisme zeggen we dan, dat mogen we zelf uitmaken hoe we dat invullen. En via het determinisme zeggen we dan, nou ja, maar die naastenliefde heeft alleen maar een functie binnen de evolutie, hè, samenwerking. En de mogelijkheid van samenwerking die als het ware in onze biologie zit, die levert een grotere kans van overleven op. En alleen maar in dat perspectief zou zoiets als naastenliefde een rol kunnen spelen. De Bijbel wordt dus niet serieus genomen daarin. Want de Bijbel spreekt wel degelijk over de wet. Hè? Reguleert menselijk gedrag vanuit het idee dat God als schepper aanspraak kan maken op ons gedrag. Het vierde punt, de mens is in wezen goed. Nou, de Bijbel zegt dat de mens wel goed geschapen is, dus dat er restanten zijn van die goedheid in de huidige tijd. Maar dat het niet de samenleving is die zonde en kwaad in de wereld brengt, maar dat kwaad uit de mens zelf tevoorschijn komt, hè? Een perversie is van dat goede en wel een noodzakelijke. We kunnen niet anders dan zondigen. De zonde is een macht die ons in slavernij brengt. De zonde is te vergelijken met een verslaving die geleidelijk aan begint en uiteindelijk machtiger wordt dan wij zelf. We kunnen er niet meer mee stoppen. Het wordt normaal in zekere zin voor ons. Dat de mens in wezen goed is, dat vinden we in de westerse cultuur bij zo iemand als Rousseau. Dat de mens het zelf mag uitmaken, vinden we in de 19e eeuw bij iemand als Nietzsche. Dat we volstrekt gedetermineerd zijn door allerlei biologische, psychologische wetmatigheden.
Dat vinden we in het evolutiedenken met name. En ja, dat je de Bijbel als wet niet serieus mag nemen, is natuurlijk de grote atheïstische aanname. God heeft niet gesproken, de Bijbel is een menselijk boek. En daarom zijn de geboden en verboden van de Bijbel niet relevant. Nu, dat is dus de reden, zegt Carson, dat in de moderne cultuur over zonde eigenlijk helemaal niet meer wordt gesproken. In de Bijbel daarentegen wel. 1089 hoofdstukken staan er in de Bijbel. En alleen de eerste twee, Genesis 1 en 2, en de laatste twee, Openbaring 21 en 22, alleen in die vier hoofdstukken dus gaat het niet rechtstreeks over de zonde. Genesis 1 en 2 beschrijft de schepping en Openbaring 21 en 22 de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan is het dus niet een kwestie van zonde, die wordt daar niet genoemd. Nu, dat is nogal een stevige oppositie en die horen we dus ook te beseffen. We horen te beseffen dat de Bijbel nadrukkelijk over de zonde als het grote probleem spreekt en de moderne cultuur zich zo heeft ontwikkeld dat hij daar als het ware doof voor is. Wat is dan zonde in de Bijbel? We moeten dat denk ik uit de teksten zelf nauwkeurig proberen te ontdekken. Maar heel in het algemeen, als je zo naar de termen kijkt, in het Hebreeuws gata, in het Grieks hamartano, dat is doel, missen. Anomia, wetteloosheid, is een term voor zonde, hè, dus niet onder een hoger gezag van een wetsregel staan. Ook de haat is een nadrukkelijke bron van allerlei zonden. De geldzucht wordt zo genoemd. En het is uiteindelijk afgoderij, het is iets anders dan God in het centrum van je leven plaatsen, met alle gevolgen van dien, alle kwalijke gevolgen van dien. Wat er meer nauwkeurig is, dat zullen we moeten ontdekken. En daarvoor gaan we straks naar verschillende teksten nog even kijken. Maar dit is dus de eerste conclusie. Wij spreken niet of nauwelijks over zonde, terwijl de Bijbel daar vol van is. En we kunnen dat begrip zonde dus niet zomaar missen als we onze christelijke levensvisie op de Bijbel willen funderen. Daar gaat het dan vandaag over en daar hoop ik nog enige tijd over te kunnen spreken. We gaan weer even luisteren naar wat muziek. Even een kleine pauze. Met Bach natuurlijk, de mis. Bachwerken van 232. De mis in B mineur.
Twee keer hoeven we het natuurlijk niet te horen. Mensen moet worden verteld wat zonde is. Dat is een tweede belangrijke stelling die we hier moeten hanteren. Zonde is niet een begrip wat we zomaar uit onszelf kunnen construeren. Het moet ons verteld worden. En de beste manier om dat duidelijk te maken is als we even een uitstapje maken naar het verhaal van David en Bathseba. Dat is de geschiedenis die we vinden in 2 Samuel 11. Het is oorlog. De Ammonieten moeten worden verslagen. David blijft in Jeruzalem en wandelt zo 's avonds op het dak van het paleis. En vanaf het dak ziet hij een vrouw die zich wast. En die vrouw ziet er prachtig uit. En David heeft meteen al een reactie van interesse. Laat iemand onderzoeken wie dat is. En krijgt dan te horen dat zij Bathseba is, de dochter van Eliam, die getrouwd is met een buitenlander. De huisvrouw is ze van Uria de Hittiet. Dan de tweede stap van David, dan laat hij haar ook nog een keertje halen. Hij besluit simpelweg dat die vrouw van hem moet zijn en zij laat dat ook nog een keertje toe. Dat is het derde. Ze is in dat bad nou juist net geweest, suggereert de tekst, om zich van onreinheid te zuiveren. Dus zij is op dat moment weer ritueel rein en kan dus gemeenschap hebben, maar doet dat dus met David en niet met haar eigen man en gaat daarna gewoon weer naar huis. Dus de bedoeling is om dit overspel verborgen te houden. Ja, maar dan blijkt dat ze zwanger is geworden en als dat eenmaal duidelijk is, dan beslist David om deze Uria te laten halen en spreekt dan volkomen bedriegelijk met hem en zegt tegen Uria, nou ga naar huis en was je voeten, doe wat je normaal zou doen, met de suggestie dat hij daarmee Uria aanmoedigt om met Bathseba geslachtsgemeenschap te hebben, zodat de zwangerschap aan hem kan worden toegeschreven. Maar dat doet Uria niet. Die legt zich neer voor de deur van het paleis en wil het leger niet in de steek laten en hoopt dus dat David hem zal terugsturen naar dat leger. Dat brengt David in een heel moeilijk parket, want als Bathseba zwanger is, maar Uria weigert om naar huis te gaan, dan zal de vraag natuurlijk rijzen met wie ze het gedaan heeft. En dan komt onvermijdelijk, want de knechten weten dat ze gehaald is enzovoort. Er is een boodschapper geweest die ook de zwangerschap gemeld heeft. Ongetwijfeld komt dat dan uit. Dus hij moet wat anders bedenken. Uria zal moeten sterven. Het opvallende is natuurlijk ook het geweldige gedrag van deze Hittiet. De trouw die hij heeft aan de koning en aan de zaak van Israël. Dat hij weigert om een vrije dag te nemen en bij zijn vrouw te zijn. Terwijl zijn kameraden dus in het open veld bivakeren in die strijd tegen de Ammonieten. Zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal. Dit is vers 11 van 2 Samuel 11. David nodigt dan Uria uit en probeert hem over te halen om naar huis te gaan. Maar het lukt dus niet en uiteindelijk moet hij Uria weer terug laten gaan naar de frontlinie en geeft hem een brief mee aan de generaal Joab. En in die brief staat dus dat Uria maar vooraan moet komen te staan in de strijd, zodat hij zeer waarschijnlijk sterven zal en dat gebeurt dus ook. Bathseba krijgt te horen dat haar man is overleden en als die tijd van de rouw dan voorbij is, dan neemt David haar tot vrouw en dan is de zoon die zij aan David kan baren in de ogen van iedereen een zoon van David. En dat is dan legitiem geworden. Hij heeft in zekere zin daardoor zijn zoon gelegitimeerd, maar dat is ten koste gegaan natuurlijk van Uria die daarvoor gestorven is. Dat zijn dus nogal wat zonden zo bij elkaar. Het is de zonde van de begeerte van die vrouw. Het is de zonde van het overspel.
Het is de zonde van de bedriegelijkheid tegenover Uria. Het is de moord op Uria. Het is het medeplichtig maken van die generaals in die moord. En het is uiteindelijk de poging om dat alles te verbergen die dat allemaal nog erger maakt. En dan staat er alleen maar aan het eind van dat hoofdstuk, als een onbevangen lezer simpelweg deze feiten in zich heeft opgenomen, dan staat er maar. En dat maar, dat is dat goddelijke maar dat God spreekt tegenover onze gedragingen. Maar deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Dat suggereert een beetje dat het voor David een normaal gedrag was op grond van zijn koninklijke waardigheid en gezag. Hij mocht dit toch allemaal doen. Hij beschikte toch over het leven van Uria. Hij had hem ook niet laten executeren, had hem alleen maar op een gevaarlijke plaats gebracht. Dat betekende nog helemaal niet dat hij verantwoordelijk was voor de dood van Uria. Zo kon David eindeloos redeneren om al deze fouten op een morele manier goed te praten. Kijk, wat zou nou een relativist hiervan gezegd hebben? Nou, die zou gezegd hebben dat het bekijken van die vrouw op afstand die zo mooi is, dat dat eigenlijk geen probleem is. We leven ook in een samenleving, in een cultuur waarin pornografie heel gewoon is. En dat is dus al helemaal geen zonde te noemen. David zendt bode en liet haar halen. Nou, dat liet haar halen. Als zij zich nou verzet had, dan waren die bode waarschijnlijk onverrichte zaken teruggekomen. Dus het zogenaamde overspel hier. Uria is toch ergens anders en die vrouw zal niet bij haar man weggaan. En zij stemt er toch mee in. Het is geen verkrachting, maar Bathsheba heeft ongetwijfeld hier ingestemd ook met Davids plan. Dus wat is er nu eigenlijk voor kwaad gedaan? Wat niet weet, wat niet deert. En bovendien, ze is ook nog eens een keertje van haar onreinheid gezuiverd geweest. Dat was de functie van dat bad. En dat hield dus in dat David zich niet eens heeft vergrepen aan de bijzondere wetten die gelden voor de rituele zuiverheid. Dan is het misschien ook nog wel vanuit dat relativistische standpunt dat David hier ontzettend zijn best doet voor zijn zoon. Dat is eigenlijk wat hij doet. Hij wil niet hebben dat die zoon als een bastaard gaat gelden en dat Uria het zijn vrouw gaat kwalijk nemen. Dat heeft voor die zoon, voor dat kind in ieder geval, allemaal nare gevolgen. Dus hij heeft nog een persoonlijk motief om goed te doen voor een ander. En ja, dat leidt dan weliswaar tot bedrog, maar ja, wat is waarheid? Het verbergen van de letterlijke feiten voor Uria is misschien ook wel een manier om Uria te sparen. En als Uria nou was ingegaan op de wensen van David, hè, dat hij zich nog een dag en een nacht bij Bathsheba zou voegen, dan zou het allemaal niet zo dramatisch zijn afgelopen. In zekere zin is de starheid van Uria nog iets wat een moreel relativist hem zou kunnen verwijten. He, waarom nou dat hele principiële gedrag, dat rigoureuze gedrag, want ik moet trouw blijven aan het leger en daarom kan ik hier niet even naar huis gaan en in feite ook het negeren van de opdracht van David om dat toch te doen. In het perspectief van het moreel relativisme komt eigenlijk Uria nog het slechtste eruit. Ja, en Joab, die kan toch niet anders dan de koning gehoorzamen. En het enige wat David toch zegt is, stel hem in de frontlinie vooraan. Ja, er stonden er ook anderen. Dus eigenlijk is dat nog helemaal niet zo erg wat David hier doet. Een moreel relativist kan eigenlijk elk onderdeel van van deze geschiedenis nog wel op een of andere wijze recht praten. Er is een verhaal te bedenken dat David hier toch helemaal niet zoiets ernstigs doet. Dan blijven we zitten met een oordeel dat de tekst pas aan het einde weergeeft. Dat is nadat we in vers 27 in het begin gelezen hebben dat David ook nog eens een keertje netjes de rouwperiode in acht neemt.
Als we lezen in vers 26 dat Bathseba wel degelijk ook rouw bedrijft. Zo droeg zij leed over haar heer. Dat is meer dan alleen maar het rouwritueel, maar ze mist hem ook echt. En dan pas Bathseba tot vrouw neemt, dan zou ik denken, er is ook nog voldaan aan de uiterlijke kant van de wet. Hè, zowel met het bad dat de onreinheid heeft weggenomen, als ook hier dat hij gewacht heeft om Bathseba tot vrouw te nemen tot na die rouwperiode. En dan baart ze hem een zoon. Dat is toch eigenlijk allemaal nu in orde. David heeft zijn Bathseba. Uria heeft zijn heldendood zoals vele anderen. En wat is er nou mis mee? En dan zegt het slot van vers 27. Maar deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen van de Heere. Een zeer nadrukkelijk negatief oordeel vanuit blijkbaar niet een relatieve moraal, maar vanuit een absolute moraal. Weet David daarvan? Ik denk dat David dat niet beseft. Denkt dat hij gebruik maakt van zijn rechten. Denkt dat hij in overeenstemming met zijn innerlijke natuur heeft gehandeld. En dat hij dat allemaal keurig uiteindelijk geregeld heeft. Toch is het kwaad in de ogen des Heren. Hoe komt David daarachter? Dat is wat we horen in hoofdstuk 12 van 2 Samuel. En daar zullen we dan opnieuw na een korte pauze met elkaar over spreken. Hoofdstuk 12 dus is het hoofdstuk waarin David erachter komt hoe het eigenlijk zit. Ja, en daar heeft hij dus een stem voor nodig die van buiten kwam. En de Heere zond Nathan, de profeet Nathan, tot David. En als die tot hem inkwam, zei hij tot hem. Ja, en dan is het prachtig. Nathan de profeet weet dat David niet rechtstreeks zal kunnen horen dat hij zonde heeft begaan. Dus Nathan begint helemaal niet met de conclusie die hoofdstuk 11 vers 27 heeft getrokken. Hij zegt niet tegen David, hoor eens, wat jij gedaan hebt is mij ter oren gekomen en het is kwaad in de ogen des Heren. Nee, hij komt bij hem met een parabel. De parabel is dus perfect geschikt om op een indirecte wijze iemand van zonde te overtuigen die het niet rechtstreeks zal horen. David kan het niet rechtstreeks horen. De parabel die nu verteld wordt doet een beroep op het rechtvaardigheidsgevoel van David. David heeft wel degelijk besef van goed en kwaad. Anders zou hij niet zo kunnen reageren op de parabel als hij feitelijk doet. Maar hij moet het eerst als het ware in een abstracte vorm horen, als het niet over hem gaat, maar over een arme, over een ander. En dat is inderdaad dan een arme. De parabel die Nathan vertelt gaat over een rijke man met veel schapen en runderen.
en een arme man die alleen maar een klein lammetje had. Dat had hij gekocht, hij had het gevoed, het was groot geworden. En het was als een dochter voor hem. Het was gewoon een onderdeel van zijn gezin geworden. Die rijke man die krijgt een bezoeker. En in plaats van te nemen van zijn eigen schapen en runderen, neemt hij dat lammetje van die arme man en zet dat aan zijn bezoeker voor. En daar zie je heel aardig dat het geweten van David heel goed functioneren kan als het over anderen gaat. In vers 5, toen ontstak Davids toren zeer tegen die man. En hij zei tot Nathan, zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig teruggeven. Dat is 2 keer zoveel als de wet normaal zou vragen. Dus dat geeft aan hoe verontwaardigd David hier is. Daarom dat hij deze zaak gedaan heeft en omdat hij niet verschoond heeft. Niet geaarzeld heeft om dat zo te doen. En dan kan in vers 7 gezegd worden tegen David, die inmiddels helemaal geactiveerd geweten heeft, die heeft uitgesproken dat hij wel degelijk besef heeft van goed en kwaad in een dergelijke kwestie. Dan kan tegen hem gezegd worden in vers 7, gij zijt die man, jij bent precies als die rijke hier. Hè? Jij kunt vele vrouwen nemen. Vele vrouwen was het voorrecht toch van de koning van Israël gedoogd, denk ik, toegelaten door de Heere. Niet aanbevolen, het heeft hem alleen maar verdriet gebracht. Maar jij bent die man, jij bent als die rijke man die ene vrouw van Uria, die arme man, want het is een buitenlander, hij is huurling in jouw leger. Het enige wat hij heeft eigenlijk, dat is zijn rechten als vreemdeling binnen Israël. Jij hebt dat onheil over hem gebracht, jij bent deze man. En dan zegt Nathan nog verder van, kijk nou eens, jij bent koning geworden door mij, je bent uit Sauls hand gered door mij. Ik heb je vrouwen gegeven, ik heb je een huis gegeven, ik heb je het huis van Israël gegeven. Waarom heb je dan het woord van de Heer veracht? Je hebt gedaan, en dan komt het woord van 11 vers 27 terug. Waarom heb je gedaan wat kwaad is in Gods ogen, vers 9. En je hebt Uria gedood. Het laatste wordt hier als eerste genoemd. Je hebt Bathseba, zijn vrouw, heb je als vrouw genomen. En je hebt hem vermoord. Hoe is het toch mogelijk, David, dat je dat gedaan hebt? En dan is er meteen ook een vervloeking. Nu dan het zwaard zal van uw huis niet wijken tot in eeuwigheid, omdat u mij veracht hebt. De gevolgen van een en ander worden hier niet weggenomen. Het is geen opdracht aan David om nu van Bathseba te scheiden. Hij kan dat allemaal niet goedmaken. Maar wat de Heere dan beschikt is dat er iets gebeuren zal met David zelf. David zelf zal als het ware hetzelfde doormaken en meemaken als hij Uria heeft laten meemaken. En wat David in het verborgen gedaan heeft, dat zal aan hem gebeuren, maar dan in het openbaar. Vers 12, ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Dus het is volledig openbaar en publiekelijk bekend wat er dan met hem zal gebeuren. De ongerechtigheid van David blijft verborgen. Er is geen sprake van dat nu Davids positie wordt in gevaar gebracht omdat dit uitkomt. Maar het zal als het ware te merken zijn aan datgene wat aan David nu overkomt. Vers 11, zo zegt de Heere, zie ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis. Het eigen huis, de eigen familie, gezinsleden van David zullen kwaad voor hem doen. Zal uw vrouwen nemen voor uw ogen en zal haar aan uw naaste geven. Die zal bij uw vrouw liggen voor de ogen deze zon. Dat zou uiteindelijk ook gebeuren. De verwijzing is 2 Samuel 16 vers 22. Absalom ging in tot de bijwijven van zijn vader voor de ogen van het ganse Israël. De zoon Absalom is degene die uiteindelijk doen zal wat hier door Nathan wordt aangekondigd.
Maar mijn pointe is vooral dit. Je kunt over die straf nog het een en ander zeggen die hier staat. Maar dat laat ik even terzijde liggen. Maar vooral dit dus, dat die zaak kwaad was in de ogen van de Heere. En dat Davids geweten blijkbaar niet functioneerde toen hij het deed. Maar als het wordt voorgelegd in de vorm van een algemeen verhaal, waarin ook anderen vooral betrokken zijn, dan weet David haarfijn te zeggen dat het kwaad is. Ook kwaad is het dus in zijn ogen. Maar waarom heeft hij dan niet begrepen dat het ook kwaad is als hij het doet? Ja, hij heeft zichzelf als het ware tot een uitzondering gemaakt. Wat in het algemeen kwaad is, dat geldt niet voor hem als koning van Israël. Dat geldt niet voor hem, want ja, zijn begeerte, zijn verlangen, daar kan hij toch alleen maar een soort respect voor hebben en botvieren, uitleven. Dat andere is toch alleen maar externe wet, hè, waar je dan wel over kunt opwinden, waar je een morele verontwaardiging bij kunt hebben. Maar dat verhindert je dan niet om de keuze te maken dat jij dat anders doet. Hè. Je kunt weten dat moord is verboden, moord is niet goed, maar in bepaalde omstandigheden is het voor jou het enige juiste om te doen. Zo werkt dus de zonde. En pas als we dat ruimere verhaal aanhoren, kan duidelijk worden dat wij daar gewoon maar een geval van zijn. En dat we geen absolute uitzondering zijn, maar een geval van een absolute regel. Omdat het kwaad is in de ogen des Heren, niet alleen maar voor David, maar met betrekking tot iedereen. Dus zonde ontdek je op een of andere wijze van buitenaf. Dat moet jou gezegd worden. En dat heeft daarmee te maken dat ieder mens voor zichzelf zijn eigen gedrag en zijn eigen verlangens rechtvaardigen kan, als goed ervaart. En dat het pas via het inzicht in die algemene regel is, hè, dat we weer goed en kwaad op de correcte wijze onderscheiden en dan begrijpen dat dat werkelijk zonde is. David die heeft dat in Psalm 51 prachtig onder woorden gebracht. Dat is natuurlijk een klassieke tekst. Het enige wat we vervolgens kunnen doen, dat is het gebed van David in vers 3. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Dat is het gebed van David in Psalm 51, 3 en 4. En dan vers 5, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Ja, dat is nu het geval. Toen de profeet Nathan hem dat alles had uitgelegd, kent David zijn overtredingen, beseft hij dat het zonde is, en dat woord zonde in vers 5 richt nu de aandacht op wat er gezegd wordt in vers 6. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Wat wil dat nou zeggen? Want ja, we zagen toch dat Batseba werd verleid en tot overspel werd gebracht. Joab werd medeplichtig gemaakt aan de moord. Uria werd vermoord. De boden waren getuigen van een ernstige zonde en waren uiteraard tot geheimhouding verplicht. Er zijn vele overtredingen in dit verhaal, hè, om maar niet te spreken over misbruik van de macht van de koning. Ja, dat zijn alles dus overtredingen van de wet die de relatie tot de naaste regelt. Maar dan met heel veel nadruk, in de kern komt het er toch op neer dat er gezondigd is tegen God zelf. Dit was kwaad in de ogen van de Heere. Nou, wellicht is er een moreel verhaal te vertellen waardoor het toch goed is in Davids ogen, goed is in de ogen van mensen. Misschien zal heel Israël hem dat wel vergeven, maar daartegenover zegt hij hier, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is een zonde tegenover de absolute morele regel die God kan stellen. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Hij beleidt dat hier om daarmee de gerechtigheid die in God is hardop uit te spreken, om op die wijze God te erkennen in zijn gerechtigheid
hem te erkennen in zijn zuiverheid van oordeel. Dat is wat die belijdenis in feite doet. Het is een erkenning van Gods aanspraak op ons gedrag. Vers 7, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat is het besef dat die zonde aan de ene kant precies ook Davids verantwoordelijkheid geweest is. En hij dus wel degelijk strafwaardig is. Maar dat de zonde tegelijkertijd de vorm heeft gehad van een macht die iets met David kon doen waar David zich niet tegen kon verzetten. Het probleem van de zonde wordt dus nauwkeurig benoemd, maar er staat nog geen oplossing in behalve het gebed om de vergeving en de genade. Zonde is inderdaad een macht. Het begint, dat is altijd zo aardig, juist om die tekst van Samuel te zien, het begint met dat blijven kijken naar die vrouw, hè? Maar gefascineerd blijven kijken naar die vrouw die zich daar aan het baden is. En het onvermogen om zich daarvan los te maken. Ja, en dan gaat het ene brengt dan het andere met zich mee. Hè? Zo gaat dat in feite. De begeerte wordt gewekt, dan beginnen de overleggingen. Mag ik dat doen? Ik heb toch het recht, ik ben toch de koning. Ze kan toch nee zeggen. Misschien heeft hij wel tegen de bode gezegd als ze zich verzet of als ze blijkt nog onrein te zijn. Nou, laten we dan maar daar. Als Bathsheba niet gekomen was of geweigerd had met David gemeenschap te hebben. Als Bathsheba niet toevallig ook zwanger was geworden. Er waren allerlei mogelijkheden geweest dat die reeks van zonden en overtredingen zou zijn verbroken. Maar elke keer als David een keuze kan maken, maakt hij de verkeerde. David stuurt bode om te weten wie die vrouw is. Hij stuurt bode om haar dan te halen. Hij ligt bij haar, dat is het volgende. En dan reageert hij ook nog een keer op die zwangerschap met een poging om alles te verbergen en uiteindelijk Uria te doden. Het gaat dus van kwaad tot erger. En dat is een typisch element van de zonde. Dat is geen determinisme, want op elk van die momenten kan David als het ware halt houden en die keten van zonde gaan verbreken. Maar elke keer weer als dat van hem gevraagd wordt, dan zie je dat David uitgebreid probeert om de zonde te verbergen, definitief onmogelijk te maken dat het uitkomt. En waarschijnlijk daar allerlei aardige motieven voor heeft. Hè? Maar als het eenmaal begonnen is, dan is er een moment dat iemand niet meer terug kan. En dat er alleen maar een weg vooruit is, waardoor de zonde alleen maar toeneemt. En dan is volkomen uit het gezicht geraakt dat die hele zaak, dat is één enkele zaak. Dat is ook alweer een belangrijk punt. Het zijn niet allerlei losse overtredingen, maar deze hele zaak, dat hele gedrag, die hele houding, dat is kwaad in de ogen van de Heere. En vandaar dus Psalm 51. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Zonde is rebellie tegen God. Dat is de definitie die we kunnen ontlenen aan deze geschiedenis. De zonde is gericht tegen God zelf. Is gericht tegen die absolute bron van morele regels. En daarom zijn er geen verzachtende omstandigheden denkbaar. Kan men niet zeggen, het is aan mij gebeurd. Kan men niet zeggen, ja maar alle moraal is toch relatief. Men kan niet zeggen, ja, Joab werkt mee en Bathsheba zelf werkte mee, dus die zijn mede verantwoordelijk. Je kunt niet zeggen, ik heb hooguit fouten gemaakt tegenover andere mensen, maar ik heb me toch aan de geboden tegenover God gehouden. Niet waar, ik heb Uria niet laten executeren, dus strikt genomen ben ik geen moordenaar. Ik heb Bathsheba niet gedwongen, dus strikt genomen ben ik niet overspelig. Althans niet, ik ben geen verkrachter, laat ik het zo zeggen. David kan zich op allerlei manieren verontschuldigen. Maar het geheel ervan, deze zaak die David gedaan had, deze davar, dat was kwaad in de ogen van de Heere. De zaak, dat is dus het woord davar, is dus zowel de daden die hierin betrokken zijn, maar het is ook het rechtvaardigingsverhaal dat David daarbij gebruikt zal hebben. Davar is zowel woord als daad, of woord en zaak.
En dat vind ik zo mooi, dat die hele zaak, het verhaal wat David zichzelf verteld heeft, de stappen die hij neemt als het vervolg van zijn oorspronkelijke zonde, dat dat alles simpelweg kwaad. Het is kwaad in de ogen van de Heere. Het is in strijd met zijn eigen karakter van heiligheid. Het is in strijd met zijn opdracht aan David als koning. Het is in strijd met de Torah op allerlei manieren. Het is ra, het Hebreeuwse woord voor kwaad. En de indirecte manier waarop David dat dus moest horen, daar heb ik al over gesproken, leidt ertoe dat hij in vers 13, dus na het aanhoren van die parabel, zegt: ik heb gezondigd tegen de Heere. En dat is het diepste, meest volkomen besef van zonde wat er dan maar denkbaar is. Goed, weer even een beetje muziek en dan gaan we naar Genesis 3. Genesis 3, daar gaan we naar kijken, omdat we nu vervolgens moeten zeggen: de mens is niet per se de oorsprong van het kwaad in de wereld. We lezen in Genesis 6, in het verband met de zondvloed, wel deze woorden: en de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten
te allen dagen alleenlijk boos was. De mens is feitelijk in deze diagnose dus volledig op het kwade gericht. Eigenlijk alles wat in onze gedachten zo bij elkaar geweven wordt, vanuit het hart komen deze gedachten allemaal voort. Hè? Het hart in het Hebreeuwse taalgebruik, de zetel van de wil en niet de zetel van de gevoelens. De zetel van de wil, van onze van de houdingen die we tegenover de wereld innemen, van het denken ook, het praktische denken. Ja, al dat gedichtsel van de gedachten is alle dagen alleen maar boos. Ja, dus een bepaalde fundamentele boosaardigheid hoort bij de mens. Vers 8 zegt daarentegen, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dus dat wil niet zeggen dat God niet in zijn genade ook mensen aanmerken als mogelijke instrumenten van zijn omgang met de wereld. Noach is immers rechtvaardig en oprecht in zijn geslacht, hè, dus relatief. Noach wandelde met God, dat is dus toch nog mogelijk. Maar zo in het algemeen, zonder iemand als Noach die kiest voor de gehoorzaamheid aan de Heere God, is er alleen maar een enorme boosheid. Hè? Dus het kwade is in de wereld in de vorm van het gedrag van mensen. En dat komt uit dat hart tevoorschijn. Dus het probleem van de mens is niet alleen maar zijn uiterlijk gedrag, is niet zijn samenleving, is niet zijn biologie. Nee, het is die overwegingen van het hart waaruit het allemaal tevoorschijn komt. En daarin ligt een element van onze vrijheid en verantwoordelijkheid. Ja, dus het kwade gedrag, de zonde van de mens, wordt hier helemaal niet toebedeeld aan een of andere externe macht. Nee, het komt uit het hart van die mens zelf tevoorschijn. En daar zie je dus al die volstrekte oppositie tot wat onze huidige cultuur daar allemaal van maakt. Komt het kwaad oorspronkelijk uit de mens vandaan? Nee, is dan het antwoord. En dat is wat we vinden in Genesis 3. De mens is wel voorzien van een bepaalde kwetsbaarheid voor de zonde, maar heeft de mogelijkheid gehad om zich daartegen te verzetten. De zonde van de mens is een zonde vanuit de verleiding, maar niet een zonde die dus uit het hart tevoorschijn komt. Dat gebeurt later pas, dat is dus na de zondeval, zit de mens zo in elkaar als Genesis 6 dat uitdrukt. Maar Genesis 6 zegt dus ook nadrukkelijk, die gedachten zijn kwaadaardig. En dat komt uit het hart voort, maar er staat niet dat het hart zelf kwaadaardig is. De mens is niet de bron, de voortdurende bron van het kwade. Alleen in zijn overwegingen, in zijn overleggingen, in zijn wilsdaden kiest die mens steeds verkeerd. En gaat die zonde dus ook een soort macht over hem hebben. Genesis 3 maakt een paar dingen daarvan van duidelijk. In de eerste plaats zegt Genesis 3 iets over de herkomst van de zonde. En dat vinden we al meteen in vers 1. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zei tot de vrouw. Is de slang daardoor vrouwelijk of is het woord voor slang een vrouwelijk woord? Ik denk dat we eerder moeten zeggen dat het een vrouwelijk woord is voor een dier die zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn. Zij zeiden tot de vrouw, dat is dus de slang. Maar die slang, weten we, is een representant van de draak, van de Satan, van de duivel, van Lucifer, hè, de morgenster. We vinden maar weinig aanwijzingen eigenlijk voor datgene waar de slang een representant van is. Er wordt hier alleen maar gezegd dat de slang door de duivel gekozen is als zijn representant, omdat hij listiger is dan al het gedierte van het veld, dus een grotere intelligentie enzovoorts heeft. Openbaring 20 vers 1 tot en met 3 noemt nadrukkelijk deze slang als de oude slang is representant, is een naam voor de duivel.
Dus dat mogen we in Genesis 3 dan ook zo begrijpen. Er zijn twee teksten in het Oude Testament die aangeven wat dan deze duivel, deze Satan oorspronkelijk was. Dat is om te beginnen Jesaja 14. En daar ook weer, als een rechtstreeks verhaal over het karakter van de Satan, maar indirect, omdat daar ook een representant van de duivel als het ware de aanleiding is om de duivelse macht die daarachter zit te gaan benoemen. Want Jesaja 14 gaat over de toekomst van Israël en het uiteindelijke oordeel over de koning van Babel. In vers 12 in Jesaja 14 vinden we dan deze woorden. En dat zijn dus woorden, heel belangrijk, die niet, zelfs niet in een poëtische zin, van toepassing kunnen zijn op de koning van Babel zelf. Vers 12, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, Lucifer is dat. Lucifer trouwens is een naam, dus de Latijnse versie van morgenster, die we te danken hebben aan de King James vertaling. Want in de King James vertaling werd gezien door de vertalers dat die term morgenster ook gebruikt wordt in het Nieuwe Testament als een aanduiding van Jezus. En daarom wilden ze in Jesaja 14 een andere term gebruiken om duidelijk te maken dat het hier om de Satan ging. Maar dat is geen vertaalfout van de Statenvertaling, dat is heel nauwkeurig. De Satan is in zekere zin een kopie, een verkeerde kopie, een nabootsing van de ware morgenster. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde neergehouden, gij die de heidenen krenkte? De heidenen zijn kwaad aangedaan door de koning van Babel. Maar, ja, dat is dan eigenlijk de duivel die handelde via de koning van Babel. En dan vers 13, achtergrond van de grote zonde van de koning van Babel als representant van de duivel, maar van de duivel zelf. En zei in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de allerhoogste gelijk worden. In zekere zin is dat ook wat de koning van Babel natuurlijk gedaan heeft. Maar zo letterlijk ten hemel opklimmen enzovoort, dat is alleen maar iets wat de duivel zou kunnen doen. Toepassing dus van Jesaja 14 op de duivel lijkt heel goed mogelijk op grond van Openbaring 20. Maar nog duidelijker vinden we het in de profetie van Ezechiël, Ezechiël 28. En daar wordt iets van de motivatie van de oorspronkelijke zonde duidelijk. Daar zien we ook iets van de functie van de duivel. Opnieuw, op grond van min of meer de veronderstelling dat in Ezechiël 28, net als Jesaja 14, de koning, in Ezechiël de koning van Tyrus, de koning beschrijft in termen die over de koning heen verwijzen naar de duivel die in de koning van Tyrus een representant gevonden heeft. Ga maar kijken in Ezechiël 28 vers 13. Daar wordt iets gezegd wat helemaal niet van toepassing kan zijn voor de koning van Tyrus. Gij waart in Eden Gods hof. Alle kostelijke gesteenten was uw deksel, sardisstenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardonikstenen enzovoort. Een gigantische schoonheid van dit wezen die in Eden Gods hof is. Ja, waarom was de duivel dan in Gods hof, vers 14, gij waart een gezalfde, overdekkende cherub. Dus gezalfd wil zeggen tot een priesterlijke taak gewijd. Overdekkende cherub wil zeggen een engel van de Heere die tot taak had om te beschermen. En ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige berg, gij wandelde in het midden van de vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Dus op een bepaald moment is dit volmaakte wezen met zijn taak in de Hof van Eden, met zijn beschermende functie tegenover de mens, mag je dan aannemen, tot ongerechtigheid gekomen. Wat is die ongerechtigheid? Vers 2 zegt,
omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God. Nou ja, tenminste, ik zit in Gods stoel. Dat lijkt toch een echo te zijn van Genesis 3. De duivel zegt tegen Eva, God weet ten dagen als gij daarvan eet, zult gij als God zijn, kennende goed en kwaad. Hier zegt de duivel, ik ben God. Dat is geen dwaasheid, want Elohim duidt God aan in zijn gestalte als opperste heerser, als de almachtige God. De duivel kan zichzelf zo beschouwen, omdat hij macht heeft over de aarde, macht heeft over de schepping. Ik ben God, ik zit in de stoel van God, in het hart van de zeeën. Dus in het hart van alles wat daar beweegt en bruist en veranderlijk is. De zeeën als de geschiedenis van de heidense volkeren. Hij is in het hart daarvan, dat wil zeggen, zijn wil bepaalt wat daar gebeurt. En in dat opzicht zit hij in Gods stoel. En van de representant wordt dan gezegd, omdat gij een mens en geen God zijt. Ook de duivel is een schepsel in die zin, gelijk aan de mens en niet gelijk aan God. Omdat gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Dus het besef een schepsel te zijn is weggevallen. De duivel is geen God, hij is een schepsel. De koning van Tyrus is niet God, ondanks al zijn macht, hij is een schepsel. En wat doet die mens als koning van Tyrus, wat doet die duivel? Hij stelt zijn hart als Gods hart. Dat wil zeggen, hij stelt zijn eigen wil en wens en verlangen als een wil en wens en verlangen zoals God dat kan hebben. Dat wil zeggen, God kan zijn wil en wens en verlangen als volkomen gerechtvaardigd, als volkomen heilig, als volkomen genadig en liefdevol ook zomaar en zonder meer ten uitvoer brengen. Maar dat is wat de duivel hier als het ware voor zichzelf claimt en wat de koning van Tyrus in zekere zin dan kopie. En zo zegt ook vers 17, uw hart verheft zich over uw schoonheid. Dus het besef van de duivel dat hoge wezen te zijn met die bijzondere taak tegenover de mens brengt hem ertoe om zijn eigen schoonheid te bewonderen en zijn eigen macht te bewonderen en daarin te zijn zoals God zelf. Waarin is die duivel nou minder dan God? Behalve dan alleen maar dit, dat hij een schepsel is. En dat ontkennen van het schepsel zijn en dat streven naar zelfstandigheid ten opzichte van God, als God zijn, dat benadrukt vooral het zelfstandig kunnen zijn, het eigenmachtig kunnen optreden. Dat is de kern van de zonde van de duivel, die dat dus vrijelijk doet. Want die bewondering van de eigen schoonheid is geen verleiding waardoor de duivel valt, maar het is een keuze om nu te zeggen, ik besef een heel bijzonder schepsel te zijn, het is een keuze om dan te zeggen, en ik wil dan ook kunnen optreden zoals God zelf. Die prachtige heerlijkheid, die heerlijkheid die de duivel heeft gekregen, is een aanleiding, maar niet een verleiding, een aanleiding om als God te willen zijn en zijn hart zich te doen verheffen. Die verheffing van het hart brengt dan met zich mee dat de beschermende cherub in de Hof van Eden de rest van de schepping wil meetrekken om die schepping onder zijn gezag te brengen, om hem weg te lokken, weg te rukken uit de sfeer van de Heere God zelf. En dat is wat we meemaken in Genesis 3. De zonde van de slang, van de draak, van de duivel leidt dus tot die daad van verleiding. Het kwade is dus niet bij de mens begonnen, maar het kwade is tegenover de mens een verleiding. De mens heeft de kwetsbaarheid om mogelijkerwijs verleid te worden door het kwade. En die mens is bij machte om te groeien, zijn onschuld in zekere zin kwijt te raken en zijn gehoorzaamheid tegenover God te bewijzen. En in dat opzicht dus nadrukkelijk anders te zijn dan de duivel, wanneer de mens deze verleiding weerstaat. Het is een test, een beproeving, deze verleiding, met het doel om de voortreffelijkheid van de mens in morele opzicht zichtbaar te maken of, dat hoort er dan bij,
Het is geen test als hij niet ook nog op een andere wijze kan aflopen. Ofwel dat die mens valt voor de verleiding van de zonde en dat de zonde op die wijze de wereld van de mensen binnenkomt. De vraag van de duivel, dat is dus de methode waarop de zonde werkt, dat is het ondervragen van Gods bevel en het uiteindelijk verwerpen van Gods bevel. En dat gaat door een verkeerd godsbeeld te gebruiken. Zit er misschien achter het verbod van God in de tuin een verkeerde motivatie, een motivatie die niet goddelijk is? Is God misschien jaloers? Is God misschien onderdrukkend? Is God misschien iemand die zijn schepsel alleen maar onder de duim wil houden? Vandaar dus de vraag in het tweede deel van vers 1. Is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom des hof? Het antwoord van de vrouw had moeten zijn, wij mogen wel degelijk eten van alle bomen in deze hof. Ja, behalve die ene, maar wat maakt dat nou uit? Er zou een soort verontwaardiging in haar antwoord moeten zitten. Hè? Het opnemen voor God tegenover wat deze slang nu zegt. De vrouw is niet verbaasd dat de slang spreekt. Het is mogelijk dat deze beschermende cherub in die gedaante van de Nachash, hè, van de slang, die op dat moment nog, denk ik, benen en armen heeft, die een mensachtige gestalte heeft. De vrouw is niet verbaasd dat hij spreekt, en dat zal dus de manier zijn waarop deze beschermende cherub in de tuin voortdurend is opgetreden. Dus ze geeft gewoon antwoord aan de slang in vers 2, van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten. Dat had het moeten zijn, want het vervolg begint de kwetsbaarheid van de mens zich te tonen. Deze vrouw heeft al zelfstandig nagedacht over haar leefsituatie. Dat hoor je niet van Adam, dat hoor je van Eva, en dat is in zekere zin de voortreffelijkheid van deze vrouw. Die hier trouwens nog Isha heet, hè, en niet Eva. We moeten haar eigenlijk hier Isha noemen. Vers 3, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. En hier blijkt de kwetsbaarheid van de menselijke wijsheid. Dat is nog iets wat voorafgaat aan de echte zonde. Als we kijken in hoofdstuk 2, zien we dat de plaats van de boom hier in het geding is. In hoofdstuk 2 vers 9. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. Dat is wat voor alle bomen geldt. En de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Dus hoor nou heel nauwkeurig, de boom des levens stond in het midden van de hof. En dan tenslotte, wellicht ergens anders, het wordt niet aangeduid waar die staat, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Ik denk nu dat die boom van het leven werkelijk het midden van de hof uitmaakte, zoals God die schepping op dat moment had ingericht, en dat de boom van de kennis van goed en kwaad ergens in de marge stond. Niet in het centrum stond. Niet de hoofdzaak was. Het ging de Heere God in de hof niet om de verleiding zelf. Maar wat zegt de vrouw nou in vers 3? Maar van de vrucht van de boom, en dan zegt ze niet de boom van de kennis van goed en kwaad, maar alleen maar van de boom. En dan geeft ze die boom een plaats die in het midden van de hof is. Maar de boom in het midden van de hof is de boom van het leven. Hoe moet je dat nou met elkaar rijmen? Ik denk dat het betekent dat voor Isha niet de boom van het leven in het midden stond, maar de boom van de kennis van goed en kwaad in het midden stond. Dat wil zeggen, voor haar is dat de belangrijkste zaak. Datgene wat verboden was, is voor haar hoofdzaak. Daar is ze vooral mee bezig. En dat is haar kwetsbaarheid. Die uit zich dan nog op de derde wijze. Ja, dus ze benoemt die boom niet als boom van kennis van goed en kwaad, dat is één. Ze plaatst die boom in het midden van de hof, wat niet het geval is, want daar staat de boom van het leven, dat is twee. En dan ten derde, ze gaat nu iets toevoegen aan het gebod. God heeft gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Maar God had niet gezegd dat die vrucht niet mocht worden aangeraakt. Er zijn twee mogelijkheden voor. Er is een rabbijnse traditie die zegt, Adam,
die deze woorden van God aan Isha heeft doorgegeven, heeft dit eraan toegevoegd. Of het is de vrouw zelf die in haar overleggingen over die boom van de kennis van goed en kwaad deze woorden heeft toegevoegd. Om als het ware duidelijk te maken van ja, God heeft iets specifieks verboden, maar dat voor haar betekende dat ze werd uitgesloten van van die boom. En dat ging haar aan het hart, dat vond ze vervelend. Dus het is haar interpretatie van het gebod dat God op een vervelende manier die boom voor haar verboden heeft. En dan zegt ze, opdat gij niet sterft. Dat is een verzwakking, en dat zou je als een vierde punt kunnen aanrekenen. Dat is een verzwakking van wat de Heere God zelf zegt in hoofdstuk 2 vers 17. Want ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Zult gij zeker sterven. Opdat gij niet sterft, is een verzwakking van ten dagen als ge daarvan eet, zult gij zeker sterven. Zult gij de dood sterven in de Statenvertaling. Vier momenten dus waarin de vrouw probeert weer te geven op haar manier wat de situatie van het gebod is. En waarin ze eigenlijk op vier manieren iets afdoet of toedoet aan datgene wat Gods woord zelf gezegd heeft. En daarmee wordt ze gevoelig voor de rechtstreekse ontkenning van het oordeel dat de duivel nu uitvoert. Dus we hebben eerst hier de verwerping of verdraaiing van Gods bevel in vers 2 en 3. En dan in vers 4 het verwerpen van Gods oordeel. En dat gaat op een rechtstreekse ontkennende wijze. Toen zei de slang tot de vrouw, gij die dus zult de dood niet sterven. En strikt genomen had hij nog gelijk ook. Want zomaar zonder meer zeker sterven, dat was niet aan de orde. Maar ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij zeker niet sterven, zegt de duivel hier in feite. En dan komt zijn uitleg van wat daar eigenlijk achter gezeten heeft. Hij geeft een uitleg van het verbod. Het verbod heeft geen reden. Het is simpelweg daar om die kennis van goed en kwaad te geven. Het feit dat die boom er staat en dat je daarvan niet eten mag, dat is al een definitie van het kwade. En het is een definitie van het goede, omdat je het goede doet door daar niet van te eten. Dus het is helemaal niet nodig om daarvan te eten, om die kennis te krijgen. De boom geeft dus al kennis. Nou, wat lezen we dan in vers 5? God weet dat ten dagen als ge daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Dus dan ken je het goed en het kwaad niet meer simpelweg vanuit het verbod dat God geeft. Nee, nu ken je het als het ware van binnenuit, zodat je het ten eerste kunt bepalen. Je kunt zelf het verschil maken van goed en kwaad, dat is dat inbegrepen in dat kennen. Maar bovendien, je zult dus dan het goed en kwaad kunnen bepalen vanuit een motivatie, vanuit een reden. Terwijl het verbod van God alleen geen enkele motivatie kent, behalve dat het Gods verbod is. Je hebt bij het verbod van het eten van deze boom te maken dus met de noodzaak van geloof en vertrouwen dat dit verbod een reden heeft, dat God daar het goede mee op het oog heeft. Maar als je als God kunt zijn, dan kun je als het ware zelf dat goed en kwaad bepalen, dat is één. En twee, dus ook begrijpen dat iets goed is of dat iets kwaad is. Je hebt het immers zelf bepaald, er is een reden voor te geven. En dat is een openen van de ogen, met andere woorden, God heeft jullie ogen gesloten gehouden. God heeft jullie iets ontnomen daarin. Daar zit een soort jaloezie bij God, of een onvermogen om iemand te accepteren die gelijkwaardig aan hem is. Ja, daarmee projecteert de duivel precies wat in Ezechiël 28 nu genoemd is. Dat jullie als mens wordt weerhouden om te doen wat de duivel daar al gedaan heeft. Namelijk in zijn hart zeggen, ik ben als God. Ik doe precies wat mij uitkomt. Ik maak mijn eigen keuzes enzovoort. Hier wordt de mens dus duivel gelijkvormig gemaakt, terwijl zijn Godgelijkvormigheid, geschapen in het beeld en naar de gelijkenis van God, juist inhoudt dat hij leeft van geloof en vertrouwen. Dat geloof en vertrouwen wordt hier geschonden, wordt weggenomen. En dan in vers 6, en de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. Nou, goed tot spijzen was het kenmerk van alle
geboomte uit de tuin in hoofdstuk 2 vers 9. Dat hij een lust was voor de ogen, nou begeerlijk voor het gezicht, ook in 2 vers 9. Ja, een boom die begeerlijk was, en nou komt er iets nieuws, om verstandig te maken. En dat is hetzelfde idee van verstandig zijn als het listig zijn van de nagas, van de slang in vers 1. He, dus gelijk worden, gelijkvormig worden hier aan dat geweldige wezen, de slang, he, worden zoals hij. En zij nam van zijn vrucht en at, nemen en eten, en ze gaf ook haar man met haar en hij at. Wonderlijke zaak dat de vrouw tot die verleiding komt, de verleiding accepteert en dan ook neemt. Wat is nou de motivatie bij die vrouw? Ja, om verstandig te worden. Om dus de nieuwsgierigheid die ze al had, de wijsheid die ze al verworven had, haar eigen nadenken over de betekenis van die boom van de kennis van goed en kwaad. Dat doet ze allemaal buiten God om en zonder geloof en zonder vertrouwen in God te hebben. En daarom is ze kwetsbaar voor juist deze verleiding om verstandig te worden. Ja, en waarom haar man, waarom Adam dus, de zonde van Isha volgt. Ze gaf ook haar man met haar en hij at. Ja, daar kunnen we alleen maar over speculeren. Het is bij hem dus geen verleiding geweest. Wordt nadrukkelijk in allerlei plaatsen gezegd. Maar wat wel aan de orde kan zijn, is dat hij hier kiest voor zijn vrouw tegen God. Dat hij liever haar zonde deelt en dus ook haar dood deelt, dan dat hij alleen achterblijft. Maar wat bij hem ontbreekt, dat is de mogelijkheid om tot God te bidden om genade en barmhartigheid en vergeving. Dat ontbreekt. Waarom dat zo is, wordt hier ook niet uitgelegd. Dat is wellicht een gebrek aan geloof, gebrek aan inzicht van Adam, hoewel we ook kunnen zeggen dat Gods genade nog alleen maar zichtbaar is geweest in de wijze waarop hij een vrouw aan Adam gaf. Dat is, de toelating natuurlijk van alle bomen is een deel van de zorg die God voor de mens heeft gehad. Maar genade, iets wat niet nodig is, dat is dat die volmaakte schepping met Adam daarin, dat voor Adam toch nog een partner wordt gegeven. Dat wordt voorgesteld in vers 18 als een scheppingsdaad die wordt gemotiveerd door een genadige ontferming van God over de mens. Het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulpen maken die als tegen hem over zij. In vers 18 dus van hoofdstuk 2. En dat die mens dus hier in een dilemma komt, Adam in een dilemma komt. De vrouw die God hem gegeven heeft, valt nu ten prooi aan de duivel, valt in de zonde. Maar het is nou precies die vrouw die de Heere God hem gegeven had, opdat hij niet alleen zou zijn. Want dat is niet goed dat de mens alleen zijn. Adam ziet hier voor zich dat hij alleen zal zijn. Isha immers sterven zal. En in plaats van in geloof en vertrouwen op God te antwoorden, volgt hij haar dan liever in de zonde. En dat is zijn afgoderij. Hè? Dat is zijn afgoderij. Wat zijn nu de gevolgen van deze zonde? Daar moeten we het hierna even over hebben, maar we beginnen weer even met wat muziek. Thank you.
Wat zijn nu de gevolgen van deze daad van de vrouw? Dit is een daad die een nieuwe toestand creëert, hè? Een nieuwe verhouding creëert. Zonde heeft gevolgen. En de eerste zonde brengt als het ware de zonde als een macht, als een gegeven, als een onderdeel van de toestand van de mens tot stand. In de eerste plaats uiteraard is dat de sterfelijkheid van de mens. Die al was aangekondigd bij het oorspronkelijke verbod. Ten dage als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. De dood is de wereld ingekomen. Maar er zijn andere gevolgen. De relaties waarin de mens bestaat. De relatie tussen de mens en God. En de relatie tussen man en vrouw. Die veranderen fundamenteel. En ook ten derde de relatie tussen de mens en de schepping. De mens en de natuur. Kijken we eerst naar de eerste. De verstoring van de relatie met God. Dat ontdekken we in vers 8. Ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Het idee is dat in de hof God een bijna fysieke presentie had. En aan het einde van de dag letterlijk wandelde in de hof. Dus met Adam en Eva. Met Adam en Isha, moet ik zeggen, optrok. En dat er op die wijze een geestelijke gemeenschap tussen de mens en God was. En dat de Heere God dus hier, hoewel hij uiteraard geweten moet hebben wat er gebeurd is, dat hij hier toch weer die gemeenschap met de mens blijft zoeken. En dan komt de reactie van Adam en Isha. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hof. Dat is interessant dat Adam en Eva op een of andere wijze toch hun toevlucht zijn gaan zoeken. Bij de boom van het leven, hè, als een soort van instinct dat die boom van het leven nu het antwoord zou kunnen zijn op de dood die het gevolg is van hun zonde. Maar in de eerste plaats gaat het dus om dat verbergen, het verbergen. De relatie tussen God en de mens is verstoord. Want Adam moet zich nu verbergen. Er is geen geestelijke gemeenschap met God meer. Het aangezicht van de Heere God, dat kunnen ze niet verdragen. Hè? Dat is
de betekenis van die schaamte. Dat God naar hen kijkt, zijn aandacht op hen richt. Dat ze daardoor beseffen tegenover God gezondigd te hebben. Daarmee is er inderdaad zoiets tot stand gekomen als een diepere kennis van goed en kwaad. Maar dan op de manier waarop iemand kennis heeft van een ziekte als hij hem heeft. Vergelijking die ik aan Don Carson heb ontleend is de volgende. Stel dat iemand kanker krijgt, dan heeft hij een kennis van zijn eigen ziekte, van de symptomen die hij van binnenuit ervaart. Maar hij weet niets over die ziekte, zoals de oncoloog die ziekte kan begrijpen en weten. Hij weet niks over de chemische processen, de biologische achtergrond. Hij weet niks over de mogelijke behandeling daarvan. Dat is allemaal vreemd voor hem. Dat is alleen maar iets wat de oncoloog weet. De kennis die God heeft van goed en kwaad kun je vergelijken met de kennis van de oncoloog, die zelf geen kanker heeft, maar wel precies weet wat het is. En de kennis die Adam en Isha hier krijgen is de kennis van de kankerpatiënt. Zij beleven de zonde aan den lijve. En in plaats van dat ze nu een inzicht hebben om uit zichzelf goed en kwaad te bepalen, zijn ze als het ware door dat kwade besmet. En kennen ze het als schaamte en als het besef van naaktheid. Er is geen schot, geen beschutting tegenover Gods aangezicht, waardoor ze zich staande kunnen houden. Ze vallen eigenlijk tegenover God in die schaamte helemaal weg. Instinctief zoeken ze naar die boom van het leven. Is het einde van vers 8 en dan vervolg in vers 9. Daar begint in zekere zin al het antwoord van God. Zodat we kunnen zeggen, hier begint in zekere zin het evangelie. En dat begint dus met het besef en de belijdenis van de zonde. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? Dus waar sta je dan nu? Leg uit waar je bent. Je hebt je verborgen. Het gaat niet om de verborgenheid van God in de Bijbel. Het gaat om de verborgenheid van de mens voor God in de Bijbel. Niet de godsverduistering, maar de mensverduistering. Waar zijt gij? Om dus nu deze belijdenis uit te lokken. En dan zegt vers 10, antwoordt Adam, ik hoorde uw stem in de hof. Dus ik wist van de nabijheid van God. Vers 8, hoorde de stem van de Heere God wandelende in de hof enzovoort. En ik vreesde. Dan komt de angst in de wereld. Waarom is er angst nu tussen de mens en God? Want ik ben naakt. Ik kan tegenover u niet meer bestaan. Ik kan niet meer in die geestelijke gemeenschap staan. Ik ben vervuild. Ik ben mijn status kwijt. Ik ben niet meer bij machten om die nabijheid van God te verdragen. Dus een geestelijke kwetsbaarheid tegenover God. Daarom verborg ik mij. Dus de mens heeft zich verborgen voor God. Tegenover elkaar, dat is het tweede, is er ook zoiets als een naaktheid. Omdat ze vijgenboombladeren samenbinden in vers 7 en zich schorten maken. Ze worden dus ook tegenover elkaar vervreemd. Dat is de eerste keer dat we de gevolgen dus voor de relatie van man en vrouw vinden. En maar ook tegenover elkaar is er schaamte. Het kwade brengt met zich mee dat je een behoefte krijgt om jezelf te verbergen. Dat je als het ware niet wilt laten zien aan je lijf wat je denkt. Alle kwade mogelijkheden komen waarschijnlijk hier omhoog in de gedachten. En dat bedekken van het lijf, van de naaktheid van het lijf, is als het ware een symbolische verwijzing naar het bedekken van je geweten. Het niet meer uitspreken wat je denkt, niet meer zeggen wat je denkt. Om op die wijze jezelf te beschermen voor de schaamte. Vers 11. Wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt ge van de boom gegeten van welke ik u geboden had ge daarvan niet eten zou? En dan nog weer een gevolg van de zonde. Het doorschuiven van de schuld. Het aanwijzen van oorzaken buiten jou. Het weglopen van de verantwoordelijkheid. Ook dat hoort bij de zonde. Het minimaliseren en rationaliseren van de zonde. Zoals David dat ongetwijfeld gedaan heeft.
in zijn overwegingen rondom Bathseba. De vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. Daar zit een element van eerlijkheid in, als we aannemen dat Adam de vrucht uit de handen van Isha heeft aangenomen, omdat de vrouw die God hem toch gegeven had om zijn eenzaamheid op te heffen, dreigde aan hem te ontvallen. Het is dus niet alleen maar het verwijt van God, je hebt mij die vrouw gegeven, dus indirect ben jij verantwoordelijk. Nee, het is ook een eerlijke uitdrukking van de verwarring en de dubbelheid die Adam gevoeld moet hebben. De aandacht gaat in vers 13 dan aan de vrouw. De slang heeft mij bedrogen, ik heb gegeten. Heeft mij bedrogen door de zonde aanlokkelijk voor te stellen, door andere gevolgen voor te spiegelen, door gebruik te maken van mijn eigen overwegingen en mijn verlangen naar grotere wijsheid enzovoort. Ik heb gegeten. En dan vers 14, het oordeel over de slang. Hoe zit dat nou met de verhouding van man en vrouw dan? Die komt aan de orde eerst in vers 16. Ik sla even die kwestie over van de smart bij het kinderen baren. Niet dat dat onbelangrijk is. Nee, ik sla het niet over. Ik wil daar toch één ding over zeggen. In hoofdstuk 4 vers 1 heeft Eva haar eerste zwangerschap. Ze werd zwanger en baarde Kain. En dan zegt ze, ik heb een man van de Heere verkregen. Dat is de vertaling van de Statenvertaling. Het Hebreeuwse werkwoord kana, kuf nun he, dat werd gezien als één enkel werkwoord. En dat betekende verwerven. De Konei Israël is hij die zich Israël verworven heeft. De Konei Shamayim Va'aretz is hij die zich het recht op hemel en aarde verworven heeft. Maar er is een tweede betekenis van het werkwoord kana en dat is scheppen. Dus kana is juist iets voortbrengen en niet iets verwerven in de termen van eigendom. Dus ik denk dat een betere vertaling in hoofdstuk 4 vers 1 is, ik heb een man met hulp van de Heere, met de Heere samen, geschapen. Het vermogen van de vrouw om kinderen voor te brengen, levend nieuw leven voor te brengen, is vergelijkbaar met het vermogen dat God heeft om te scheppen. En dat is ook de waardigheid ervan. Maar als vers 16 dan zegt, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, vermenigvuldigen, ook Isha, als zij niet in de zonde was gevallen, had met enige pijn haar kinderen moeten baren. Maar deze smart wordt nu vermenigvuldigd om steeds maar weer een herinnering te zijn aan de zonde waarin de vrouw gevallen is. Dus dat is het eerste wat vers 16 zegt, dat de vrouw in haar relatie tot haar eigen nageslacht altijd door pijn zal heen moeten gaan. En misschien, dat weet ik zo gauw niet, zit daar ook een psychologisch effect in, dat het de relatie dus tussen een moeder en haar kinderen belast op een of andere wijze. Een andere verhouding tot stand brengt. Het lijkt me dat het een groot verschil is of je met gemak kinderen baart of dat je bij elk kind dat je ziet herinnerd wordt aan de pijn en de moeite die dat alles gegeven heeft. Wellicht dat dat ook de relatie tot dat kind anders is. Dat zou ik zo gauw niet durven zeggen. Maar wel het einde van vers 16. En tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Ik denk dat dat de verstoring is van de bedoelde relatie tussen man en vrouw. Want de begeerte waar we het hier over hebben is niet het seksuele verlangen, maar is de begeerte, het verlangen om te domineren. Waarom weten we dat? Hoofdstuk 4 vers 7, daar wordt het van de zonde gezegd. Tweede deel, zijn begeerte is toch tot u, de zonde begeert in deze vertaling althans, begeert om over Kain te heersen, om hem te domineren, om hem ten val te brengen. En dan is het tweede, en gij zult of u moet over hem heersen, je bent daar zelf verantwoordelijk bij. Dus begeerte en heersen komen voor in hoofdstuk 4 vers 7 en dat heeft beide te maken met dominantie, met weerstand bieden. Kain moet weerstand bieden aan de zonde en moet beseffen dat de zonde probeert hem te domineren. Er is een alternatieve vertaling voor, zoals ik elders wel eens uiteengezet heb, zoals ik die geleerd heb van Karel Deurlo, namelijk dat het om de begeerte van
adel gaat. Hè? Dus, en dan zou begeerte iets buitengewoon positiefs zijn. Ik heb toch de neiging om te denken, vanwege de parallel die we hebben hier in vers 16 van hoofdstuk 3, dat een secundaire lezing is, een mogelijke, maar secundaire lezing is. Tot uw man zal uw begeerte zijn, met andere woorden, u zult, net als de zonde, Kain wil overheersen, zo wil de vrouw nu die man overheersen, tot uw man zal uw begeerte zijn. Misschien wel vanuit haar eigen gevoel van kwetsbaarheid, vanwege de pijn van het kinderenbaren, wil ze die man als het ware in zijn functie als beschermer definiëren. Maar vervolgens, en hij zal over heerschappij hebben, die man zal zich verzetten tegen die poging om hem alleen maar te maken tot degene die voor zijn vrouw zorgt. Hij zal dat dus tegenwerken door daarover te heersen, hè, dus daarboven en daarbuiten zijn eigen gang te willen gaan, daarin autonoom te willen zijn. Een verstoring dus van de oorspronkelijke relatie, namelijk van de vrouw die als tegen hem overzij, hè, die een hulp voor hem is. Nee, ze is niet langer een hulp voor haar man, maar ze wil die man domineren. En die man die vader en moeder moet verlaten en zijn vrouw moet aanhangen en één vlees moet zijn, is niet langer één vlees, maar is een ander die nu heerschappij wil hebben over zijn vrouw. Dat is een soort wederkerige negatieve verhouding die door die zonde tot stand wordt gebracht. En voor het eerst dus zichtbaar is geworden aan de noodzaak om met vijgenbladeren de naaktheid te bedekken. Verstoring dus van de relatie van man en vrouw. Ja, en dus ook een verstoring van de relatie van de mens tot de natuur. In vers 17, het laatste deel. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt en met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Zoals de smart van het kinderenbaren voor Isha wordt verstevigd, verscherpt. Zo wordt de smart van de arbeid en de zorg van Adam voor het aardrijk, voor de akker waarop hij leeft, vergroot. Gaat in beide gevallen alleen maar door de pijn heen en de moeite heen. In het zweet uws aanschijns, vers 19, zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde weerkeert, omdat gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof weerkeren. Het was al eerder van de slang gezegd dat u nu aan het stof gebonden is. Stof zult gij eten. Vers 14, hier wordt ook de mens afhankelijk gemaakt van het stof van de aarde, waaruit hij uiteindelijk zal terugkeren. Dus die verhoogde positie die Adam heeft als de beelddrager van God, die weliswaar op de akker, op de aardbodem staat, maar toch als het ware met zijn hoofd omhoog mag kijken, dat wordt nu veranderd. Het is een gekromde rug waarin hij zich buigen moet over de aardbodem om daar nog zijn levensonderhoud te kunnen verzorgen. Drie verstoorde relaties dus. De verstoring van de relatie met God. De mens verbergt zich, voelt zich naakt tegenover Gods aangezicht, verliest de geestelijke gemeenschap met God, kan niet anders dan tegenover God staan, dan met het gevoel en besef van schuld. Een verstoring van de relatie tussen man en vrouw. De man heeft de noodzaak om met kracht zijn vrouw tegen te werken als die hem tracht te domineren, en beide waarschijnlijk gemotiveerd door hun eigen smart. Het huwelijk is in beginsel een conflict, en een goed huwelijk een opgelost conflict. Maar het is niet meer mogelijk om een volstrekte harmonie te hebben. En tenslotte, de tegenwerking van de natuur, de verstoring van de relatie tussen mens en de akker. Doornen en distels zal de natuur voortbrengen. En de mens moet dus steeds maar weer tegen de weerstand van de natuur in dingen doen. De moderne ecologische problematiek laat dat vrij zien. Het is een overwinning op de natuur en een gebruik van de natuur. Dat wij kolen kunnen stoken, gas kunnen winnen. Maar dan zie je dat de natuur terugslaat, dat die weerbarstig is. Gaswinning in Groningen leidt tot gigantische schade aan de huizen die daar staan. Leidt tot politieke onrust. Maar het ophouden daarvan leidt weer tot een enorme economische schade die we allemaal straks weer te betalen zullen krijgen. De verstoring van de relatie tussen mens en natuur heeft dus enorme gevolgen ook voor de samenleving, want de natuur werkt tegen. Onze technologische beheersing is nooit volmaakt. Drie gevolgen dus van de zonde, en nu gaat het erom hoe God dan geantwoord heeft op de zonde.
is er zoiets al als een evangelie in deze teksten te zien. En daar zullen we het laatste deel met elkaar aandacht aan besteden, na weer een stukje muziek. Maar niet dit stukje muziek natuurlijk, want dat hebben we al gehoord. Deze. Ik denk dat je elementen van het evangelie al kunt herkennen dwars door deze tekst heen. En ik denk dat dat begint met vers 8. En ze horen de stem van de Heere God wandelende in de hof. God gaat niet zomaar eenzijdig en autonoom de straf over de mens brengen, de gevolgen aanbrengen. Maar er komt toch ook weer hier naar voren hoezeer God erop gericht is om die geestelijke gemeenschap met de mens te zoeken, ook wanneer die mens in de zonde is gevallen. Dat brengt aan het licht dat de mens zich moet verbergen. Als God niet zou willen spreken met de mens, dan zou die mens met die zonde alleen zijn. Dan is er ook helemaal geen toekomst en vervolg meer. Dan sterft die mens en dan blijft God helemaal daarbuiten. Maar de wens van de Heere God om in de hof te wandelen, met de mens te verkeren, blijft overeind. Dat is één.
Het tweede element van het evangelie is dat God dus ook de mens ter verantwoording roept. Dat is evangelie. En dat God de moeite neemt om die mens aan te spreken en hem uit te dagen om zichzelf te verantwoorden. En daardoor tot dat volle besef van de zonde te brengen. Uiteindelijk gebeurt dat dus ook. Maar dan is het interessant dat de slang, de duivel, die uiteindelijk de oorsprong van het kwade is, dat hij in vers 14 en 15 nadrukkelijk aan de orde komt. Vers 14, toen zei de Heere God tot die slang, omdat u dit gedaan hebt, daarom bent u vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Moet u dan wel begrijpen dat hier de slang als representant van de duivel wordt aangesproken en dat wat er letterlijk over de slang gezegd wordt een verwijzing is naar wat er met de duivel gebeuren zal. Datzelfde dus in Jesaja 14 en Ezekiel 28. De duivel als dat wezen dat juist een hoge hemelse herkomst had en een beschermende, zorgende taak had in de Hof van Eden, die wordt nu vervloekt boven al het vee, boven al het gedierte des velds. Hè. Dus zoals de slang minder is dan alle andere dieren, zo is de duivel in Gods ordening en beleving minder dan alle andere schepselen. En dat wordt zichtbaar gemaakt op symbolische wijze. Aan de slang op uw buik zult geen gaan. Dus geen sprake meer van dat rechtop staan, wat denk ik bij een gerub hoort, het rechtop staan. Maar op je buik gaan, men heeft er altijd in gelezen dat de slang oorspronkelijk pootjes had en nu geen pootjes meer heeft. Dat staat er helemaal niet. Ik weet helemaal niet waarom men dat zo bekijkt. Natuurlijk, de slang die kronkelt op zijn buik, maar de pointe is dat die slang van een verticale positie nu naar een horizontale positie komt. Als waar hij helemaal opgaat in de oppervlakte van de aarde, lager dus kan hij niet. Gaan, dat is zijn wandel nu. Hè. Alles wat hij doet en kan, dat doet hij nu vernederd, tot het uiterste vernederd in het stof van de aarde. En dat stof zal hij ook eten. Hè. Waar leeft de duivel van? Nou, niet meer van Gods goede gunst, niet meer van Gods genade, maar ja, van zo'n beetje alles wat hij dan nog vinden kan in het laagste deel van de schepping. En dat is voor eeuwig, daar is geen einde aan. Vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dus hij zal niet erin slagen om de vrouw definitief aan zijn kant te krijgen. Ondanks het feit dat man en vrouw in de zonde zijn gevallen, krijgt de duivel de man en de vrouw niet als vanzelfsprekende onderdanen met zich mee. Er is vijandschap tussen die beiden. Een fundamentele afstand die de duivel niet zal kunnen overbruggen. Terwijl dat toch duidelijk de functie lijkt te zijn van de verleiding van man en vrouw. Om hen gelijk te maken aan hemzelf. Zodat ook de man en de vrouw zullen proberen om te zijn zoals God, zoals de duivel dat doet. En daarin zouden ze dan dezelfde vijandigheid tegenover God hebben. Nee, de vijandschap tussen de slang en deze vrouw maakt dat onmogelijk. Sterker nog, dan wordt er evangelie gebracht in de vorm van de toekomst. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. De slang zal bij sommige mensen dat wel kunnen aantreffen. De koning van Babel, de koning van Tyrus. De verschillende antichristen die er zullen zijn. En uiteindelijk de antichristus in Openbaring. Dus degene die op aarde het meeste Een soort kopie van Christus zal kunnen proberen te zijn. Ook daar is dan vijandschap tussen de antichrist en Christus. Daar kan geen enkele gemene zaak mee maken. De duivel kan geen kopie krijgen, geen imitatie Christus krijgen. En hij kan zeker Christus niet aan zijn kant krijgen, zoals dan blijkt uit de verleiding die Christus ondergaat in de woestijn. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de verzenen vermorselen, de kop en de hiel. Die vijandschap zal ertoe leiden dat de kop van de slang, en daarin zit natuurlijk zijn hele leven opgesloten, dat zal zeker worden vernietigd, maar het zal een prijs hebben. En ook dat hoort natuurlijk bij het evangelie om dat aan te duiden. Gij zult het de verzenen vermorselen, de hiel
van dat zaad van de vrouw zal door de slang toch worden aangetast, worden vermorzeld. Dat duidt naar mijn gevoel toch wel op de kruisdood van Christus uiteindelijk, als we de tekst in het geheel van de kanon kunnen lezen. Evangelie dus. De vrouw zal uiteindelijk Christus voortbrengen in de loop van de generaties. En de wortel van alle kwaad zal door Christus worden vermorzeld. De wortel van het kwaad wordt uitgeroeid. Jezus is dat lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Jezus is degene die mensen roept tot een hernieuwde gemeenschap met God. En Jezus is degene die in de toekomst de schepping weer herstellen zal. Er is één prachtig term waar ik nog op wil wijzen. En dat is het feit dat we in vers 6 bij de zondeval zelf deze woorden tegenkomen. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf haar man met haar en hij at. Het is een wonderlijke antitypische, is dat een goed woord daarvoor? Een soort van tegengesteld beeld aan dat van het avondmaal. Hè, waar we zeggen, neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het kostbaar lichaam van onze Heer Jezus Christus is overgegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. In het avondmaal laten we als het ware zien dat dit oorspronkelijke nemen van de vrucht en eten nu is vervangen door het nemen van het brood en het eten. Het brood dat spreekt dus van het bewerkte graan, het graan dat door het vuur van het oordeel is heen gegaan. En dat geven we, dat reiken we aan elkaar aan. Hè? We geven het aan elkaar zoals Christus het aan ons geeft. En daar eten we van als een symbool van de oplossing van het probleem van de zonde. In het avondmaal geven we als het ware het symbolische antwoord op het nemen en eten dat bij de zondeval hoort. We wijzen daarmee vooruit op de dag, naar de dag moet ik zeggen, dat dat ook een werkelijkheid zal zijn. Dat is ongeveer wat ik kwijt wilde. Er is nog heel wat meer te zeggen. Hoe zit precies die psychologie van de zonde in elkaar? Hoe werkt dat? Hoe zit het dan met die hoofdstukken waar de zonde niet genoemd wordt? Psalm 51 zou de moeite waard zijn om nog in detail te bekijken. Maar ik denk dat dit in hoofdlijnen een theologie van de zonde zou kunnen zijn. En dat we daaraan kunnen aflezen hoe belangrijk het is dat we in de christelijke theologie vasthouden aan dat begrip van de zonde. Zonder dat begrip van de zonde begrijpen we eigenlijk niet hoe menselijk gedrag in elkaar zit. Wat het voor verstoring in de wereld met zich meebrengt. En al die moderne pogingen om over dat kwade en goede te spreken als iets relatiefs, als iets wat gedetermineerd is, zodat we geen verantwoordelijkheid daarvoor hebben, iets wat in de vorm van een Torah, dus van een onderwijzende wet, moet worden uitgedrukt. En dat de mens dus in wezen en van nature helemaal niet goed meer is. Al die zaken vallen weg als we het begrip van de zonde in de Bijbel goed verstaan. En begrijpen dus dat die moderne opvatting in de cultuur ons juist helemaal de verkeerde weg opwijst. Ik hoop dat toch een beetje te hebben duidelijk gemaakt met behulp van deze teksten. Thank you.
Thank you.